Geen baas, geen situatie met Rogiers. Ja, ook 4 seconden nodig. Tweede shotklok aan. En als je Bolt een step back. Ja, oh, en die valt binnen. Ja, daar gaat Soeing de maat van nemen, denk ik, inside. Ja. Voilà. Ja. Nice fadeaway. Ja. Ze hebben toch in ieder geval een beetje rem gelegd op die snelle transitiespel van Mons. Laten we eens hopen toch. Ja, en weer maar met een shot. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Een had problemen voor de bal in te brengen. Daar onmiddellijk top in terug. Ja. Ja. Daar de gamble van Soeing. Blijft zoeken. Ja. Oh, daar had iemand de droog met die 3 punten weer op de... Op het tegen de buzzer. Ja, ja, tegen de buzzer schoon ze binnen hoor. Dat... Kijk, rotatie ook terug. Kling. Jo kijkt. Weer inside. Ja. En vindt dat Jovanovic die rustig stond te wachten, maar... Helemaal inside doorgezet en draait net uit de ring. Door Van Buggenhout vindt nog eens. Oh la la. Wauw, wauw, wauw. Wat een fast break, wat een pas. Zeer sterk. En in verhouding met de eerste helft waar Antwerp Giants 6 driepunters binnengeschot heeft. In het derde kwart geen enkele driepunter. Ja. En nu is het zoeken bij Giants. Ja, dit is een misverstand. En opletten. Ja. Bolton vindt Kroos in de corner. Jo open voor het diepunt shot. Ja, voor die jonge kerel. Ja, ja, ja. Jo zit zich heerlijk door. Ja, dit moet een score zijn hoor. En won. Ja, sterk. In de kwartfinale van de playoffs. Twee punten tellen. Wandelt rustig door het bos. 5 seconden en voor 3. Ja hoor. Ja hoor. 80-64. Wedstrijd afgelopen, eerste wedstrijd van de kwartfinales. Ja. Dus de Antwerp Giants en Giants doet wat het moet doen. Ja. Had misschien de kans om het toch iets sneller